Met de vondst van deze schitterende Kaspische plevier op Texel lijkt er geen einde te komen aan een wel heel bijzondere vogelweek. Dat het door de aanhoudende oostelijke wind meer kans is op zeldzame vogels dan anders, dat weten de vogelaars als geen ander. Iedere ochtend staan er veel vogelaars op de trektelpost bij de tuintjes, te zoeken naar zeldzame vogels. Op zaterdag 23 april werd daar een prachtige steppenkiekendief gezien. Deze vogel vloog over de trektelpost en verdween richting Vlieland. De vogel werd eigenlijk direct gevolgd door een overvliegende slangenarend. Diezelfde dag werd er langs de Schorreweg een griel ontdekt. Deze vogel bleef maar even ter plaatse om daarna weer door te vliegen in zuidelijke richting. Ook werd er op die dag een prachtige hop gezien. Deze bevond zich aan de rand van polder Walenburg en deze vogel liet zich wel heel mooi bekijken. De tussenliggende dagen ging het maar door met overvliegende zeldzame vogels. Zo werden er meerdere visarenden gezien, een zwarte ooievaar, rode wouw, zwarte wouw en een mooie draaihals. Als klap op de vuurpijl werd er dinsdag 26 april een prachtig mannetje Kaspische plevier ontdekt. Deze vogel werd gevonden door een Duitse vogelaar in het gebied de Nederlanden en de vogel werd doorgegeven bij het Vogelinformatiecentrum. Woensdagochtend 27 april werd de vogel gelukkig teruggevonden en de vogel liet zich toen langs het pad door de Nederlanden fantastisch bekijken. Het betreft hier de tweede Kaspische plevier ooit in Nederland gezien. De eerste Kaspische plevier werd ook op Texel gezien. Deze bevond zich in oktober 2009 bij Den Horen. Toen betrof het een jonge vogel.